Oh, nee, hè? Ik mocht eigenlijk niet terug aan zijn vriend en indrukken met dezelfde hand. Oh, sorry. Nee. Vandaag krijgt mijn lichaam een beetje rust, maar moet mijn geest extra hard werken, want ik duik in de wereld van het dammen. En dit is een foto uit 1980 van het kampioensteam van Damclub Vorden. Dit was echt een heel bijzonder team met heel veel kampioenen. Wieger bijvoorbeeld, die werd Nederlands kampioen. Tjeerd, die werd dat ook, maar dan bij de junioren. Jan, die is verantwoordelijk voor het ratingsysteem bij de Dambond. En Erik, die dampt nog steeds en die weet ook heel erg veel van, jawel, rode bessen. En dit hier is mijn hoofdgast van vandaag, Johan Kraaienbrink. Op deze foto is hij nog maar 14 jaar oud, maar hij deed toen al wel mee bij de senioren. En hij heeft een behoorlijke staat van dienst, mag ik wel zeggen. Hij won 3 keer het Nederlands kampioenschap sneldammen. Hij won 5 keer het Open Nederlands kampioenschap. En hij werd 3e op de wereldkampioenschappen. Rustig, stil, introvert. Ja, ik weet me ook nog wel op tijd te herinneren dat hij niet kon winnen. Dat hij echt wel heel erg baalde. Ik kan hem herinneren als een zeer gedreven jongen, zeg maar. Gewoon gezonde fanatisme. Ja, dat is wel, denk ik wel kenmerkend. Maar ja, dat is vaak kenmerkend voor topspelers. Stille jongen, maar heel fanatiek. Ja, serieuze jongen. Nou ja, echt zo. Ja, je kon echt zien aan hem dat hij al zijn krachten zeg maar dan in één keer uitgooide. Een aangeboren talent. Die slimheid, dat strategisch inzicht wat je nodig hebt voor specifiek inzicht wat je nodig hebt voor het dammen. Johan Kraaienbrink wordt in 1966 in Emmen geboren. Maar door de familieroutes in het Achterhoekse Dinxperlo groeit hij op in Vorden. Als jongetje voetbalt en tafeltennist hij. En rond zijn 10e begint hij op de basisschool met dammen. Als zijn leraar een toernooitje organiseert, is Johan meteen verkocht. Hij blijkt talent te hebben. En een paar jaar later speelt hij al op landelijk niveau bij de senioren. Als Kraaienbrink in Nijmegen gaat studeren, begint hij ook met jeugdtrainingen. In totaal wordt Johan 3 keer Nederlands kampioen sneldammen en 5 keer winnaar van het Open Nederlands kampioenschap. Daarnaast is Kraaienbrink nationaal en internationaal grootmeester. In de jaren 90 is hij secondant van Ton Sijbrands en zijn hoogtepunt is het WK in Moskou in 2001, waar hij 3e wordt. Tegenwoordig dampt Kraaienbrink bij VBI Huissen en is hij technisch directeur van de Nederlandse Dambond. De Damclub speelde vroeger op verschillende locaties. Ja. Herinner jij je deze plek nog? Ja, die herinner ik wel. Mijn geheugen wordt wel slecht en niet heel goed. Ik weet dus dat we op verschillende locaties speelden. En het is ook relatief dichtbij waar ik ben opgegroeid. Hè. Dat is iets verder die kant op. Kijk je mooi naar het kasteel, dus het is heel dichtbij. Op deze foto staan allemaal jonge mannen. Oh jeetje. We gaan deze groep straks weer bij elkaar brengen. Wat was dit voor groep? Hij was voor mij ontzettend belangrijke groep, omdat vooral voor mij de wat oudere mannen waren echt natuurlijk mijn voorbeeld. Die leerden mij, daar kon ik me aan spiegelen, daar kon ik naartoe werken. Dan kon ik weer op een vrijdagavond zeggen, ik heb dit en dit bekeken. En dan zei iemand, bijvoorbeeld Henk Grotenhuis, weet jij dat ook al, Johan? En dat maakte een hele grote indruk op me. En heb je zin in de reunie? Ja, ik ben nieuwsgierig wie er allemaal van is. Een mooie foto trouwens. Ja. Mooi, hè? Ja. Prachtig beeld. Ja, mooie klassieke damfoto zo. Ja. Ja, hartstikke goed. Zullen we naar binnen? Ja, zeker. Gaan we. Oké, dankjewel. Johan, ik wil je heel graag wat oude filmpjes laten zien van oude clubgenootjes. Het eerste filmpje wat ik je wil laten zien gaat over Wieger Wesseling. Ah, ik ben benieuwd.
Wieger Wesselink is 47 jaar en in het dagelijks leven dokter in de wiskunde en informatica, verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Hij is universitair docent en spoort met zijn team problemen op in software van verschillende producten. In onze groep houden we ons bezig met software, dus met computerprogramma's. En wat wij als doel hebben is om de kwaliteit van die programma's te verbeteren. Dus wij gaan programma's analyseren en kijken of het ooit fout kan gaan. Dus dat je niet een reset-button nodig hebt om het programma opnieuw op te starten, maar dat je weet dat onder alle omstandigheden het programma blijft draaien. De software die hij met zijn werk ontwikkelt, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de deeltjesversneller in het Zwitserse Zürich en bij zijn eigen TU in de Solarauto. Dit is een voorbeeld waar een student van ons die heeft meegewerkt aan die Solarauto. Er zitten heel veel elektronische componenten in. En die moeten af en toe in een slaapstand of uitgezet worden om energie te besparen. En hij heeft dat gemodelleerd met onze software. En die software heeft prima gefunctioneerd. Maar met denken alleen kom je er niet. Daar is Wieger intussen achter gekomen. Hij voelde zich een poosje niet zo goed in zijn vel zitten en raakte wat uit balans. Hij begon met yoga en intussen is hij een liefhebber. Uiteindelijk helpt het om gewoon een soort stilte in jezelf te vinden. Dat je niet voortdurend aan denken bent, heel jachterig, altijd maar overal mee bezig. Ik moet dat nog doen, ik moet zus. Het helpt om door fysieke oefeningen te doen. Die doen iets met je hele lichaam, met je zenuwstelsel. En uiteindelijk helpt het om eventjes alles te laten voor wat het is. En een bepaalde rust te vinden in jezelf. Zijn jullie aan elkaar gewaagd nog? Dat denk ik wel. Wieger is natuurlijk altijd een heel sterke speler geweest. Ik hopelijk ook. Dus we zijn ons hele leven wat betreft dammen aan elkaar gewaagd geweest. En dat denk ik nog steeds. Ja, we zijn heel erg vergelijkbaar daarin. Zijn jullie ook een beetje dezelfde type mensen? Oh, dat is een mooie vraag. Als ik het filmpje zo zie, misschien niet. Hè. Ik wist natuurlijk dat hij werkte in Eindhoven. Maar wat hij daar allemaal doet, vond ik leuk om te zien. Maar dat zou ik zelf helemaal niet kunnen. Ik ben een beetje atechnisch, dus wat dat betreft lijken we niet op elkaar. En wat ik ook wel mooi vond om te zien, waarin hij zich heel erg openstelde, hè, dat hij zich zo op die manier ontspant. En dat ook nog zo laat filmen. Stelde. Hij zegt gewoon heel kwetsbaar in op. Dat vind ik wel bewonderenswaardig. En dat doe ik bijvoorbeeld ook niet, niet op die manier. Dus dat zijn wel twee grote verschillen tussen hem en mij. Terwijl ik heb natuurlijk ook altijd gezeten met wedstrijdspanning. En Wieger blijkbaar ook met verschillende soorten spanning. En hij probeert zo zijn weg daarin te vinden. En dat vond ik wel mooi om te zien. Oké, kom binnen. Dank je wel. Hierboven is jouw dampkamer. Ja, gaan we naar mijn dampkamer. Hierheen? Wauw. Damp Paradise. Mijn dampkamer? Ja. Nou ja, paradise, man. Is dit een beetje een heilige plek voor jou? Ja, een beetje wel. Ik kan het nog wel meer aankleden. Ik kan nog wel meer aan de wand. Maar ik zeg, hier werk ik, hier train ik jongens. Hier heb ik mijn beker staan en wat foto's. Ja, dammen is dus een moeilijke sport om in beeld te brengen. Niet echt sexy misschien. Ben jij daar als technisch directeur ook verantwoordelijk voor? Dat het misschien een beetje sexier wordt? Of alles sexy moet zijn, dat is natuurlijk maar kijk, gaat-ie. Zo kan hij wel weer. Ja. Maar alles hoeft toch niet per se sexy te zijn. Ja, we hebben wel bijvoorbeeld dat we met versnelde tijd spelen. En we kunnen het ook steeds beter op de computer in beeld brengen. En dus je kunt nou als ergens in China of in Rusland een toernooi is, kun je het hier thuis op je computer volgen. En via een liveboard enzovoort. Dat maakt het al wel spannender en beter te volgen. En wat je natuurlijk nodig hebt bij een toernooi, dat heb je natuurlijk ook wel dat iemand commentaar geeft. Maar dan is het nog wel moeilijk om dat voor de buitenwacht zo te brengen. Het moet dus niet sexier, maar aantrekkelijker getoond worden. Ja. Indrukken. Ik zie dat het lastig is. Wat een zenuwspel is dit.
dezelfde hand, zeven geven. Maar dat moet echt dan met dezelfde... Waarom dezelfde is dat? Hand. Dat is toch één beweging. Maar vertel me het nut. Indrukken. Zie hoe dat al moeilijk is. Waarom ben jij zo goed in snel dan? Of te goed ik ben. Indrukken. Je moet slaan. Je moet slaan als je kan. Ja. Zie je waar? Je tijd tikt weg, dadelijk valt het vlaggetje. Je moet heel snel naar die klok, heel snel de klok indrukken. Kijk, 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 kun je klok kijken? Er staat een vallen, zoals dat heet. Kijk, nu sla ik er twee. Ben je altijd zo onaardig? Jezus. Ik probeer je te leren en je probeert je te behoeden voor een kloknederlaag. Goed zo. Een kloknederlaag? Ja. My sweet lord. Okay. Kijk, gevallen. Verloren. Oh, ben ik nu gevallen? Oh. Ja, je was te traag, je motoriek was te traag. Hoe zit dat in het dammen? Je hoort soms dat er veel haat en nijd onderling is. Dammen zijn vaak zulke bijzondere mensen. En soms zijn de tenen wel lang. De ego's groot, ben ik bang. Dus daar gaat wel eens wat in mis. Dat is natuurlijk ook een beetje suffig. Want we zijn al met relatief weinig in Nederland. Er zijn nog zo'n 5.000-6.000 dammen. Dat zou natuurlijk wel slim zijn. Zeker voor dammers die slim moeten zijn. Dat je dan nog de onderlinge contacten wat goed houdt. Want het lukt dus maar zo. Het zijn net echte relaties. Het is moeilijk. Het is vaak moeilijk, zeker. Stel, wij zitten tegenover elkaar in een damwedstrijd. Op welke manier probeer jij mij dan uit mijn concentratie te halen? Wat zijn tactieken die je dan inzet? Je kunt tegenover elkaar gaan zitten en je kijkt iemand continu aan en je wacht tot wie er wegkijkt. Onder de tafel kan er wat gebeuren. Je kunt semi-prongelijk iemand tegen de benen schoppen. Doe je dat? Nee, ik heb het natuurlijk nooit gedaan, maar dat gebeurt. Maar ben je regelmatig per ongeluk tegen je been aangetrapt? Ja, zeker. Ben je klaar voor het volgende filmpje? Ja, ik ben benieuwd. Die gaat over een heel groot kampioen, Ton Sijbrands. Met zwart spelend begon de Nederlandse damkampioen Ton Sijbrands in Amersfoort op zijn gympies aan een afmattende simultaanseance tegen maar liefst 169 tegenstanders, waaronder 30 uit de hoofdklasse en 60 uit de eerste klasse. De 17-jarige Amsterdamse scholier, die al de titel van internationaal grootmeester heeft, wandelde snel langs de burden en hoefde, vooral in het begin, niet lang over zijn zetten na te denken. Sijbrands doel was de verbetering van het wereldrecord simultaanspelen dat sedert 5 jaar op naam staat van de Senegalees Babassi. Tony liet na elke ronde zijn tegenstanders met veel problemen achter. De koffie volgde hem op de voet. In vele partijen zorgde Sijbrands voor een ontknoping die getuigde van zijn verrassend grote spelinzicht. Zoals hier, waar een ogenschijnlijk onschuldige afruil tot onmiddellijk verlies leidt. Sijbrands stille omgang leverde hem na 6,5 uur spelen nog niet die resultaten die hij wellicht zelf had gehoopt. Hij had toen 62 punten. Zijn tegenstanders scoorden er 10. Bijna 6 uur zouden er nog volgen, voordat de laatste deelnemer, de 18-jarige Limburger Herman Scheijen, zijn verzet opgaf. Van de 169 partijen won Sijbrands er 115 en verloor hij er 11, terwijl 43 in remise eindigden. Een prachtig resultaat. Jij kent Ton goed, hè? Ja. Jij was zelf zijn secondant. Ja. Wat betekent hij voor jou? Heel veel. Ik geloof dat ik in mijn boek Sijbrands verliest het wel heb genoemd dat het ook een soort huwelijk was. Ik weet niet zeker of hij ook toe gaat werken naar het soort van einde van de relatie tussen Sijbrands en mij. Ja, jullie huwelijk, hoe is dat geëindigd? Verwijdering. Dan is uiteindelijk misgegaan. Ik vind het jammer dat de contacten niet meer is eeuwig zonde. Daarin heb ik ook gewoon schuld, waarschijnlijk, en hij ook. Johan, hier stond jouw oude school. Ja. Maar inmiddels staat er een nieuw gebouw. Ja, het is vreselijk, hè? Ja, vet jammer. Ja, het is ongelooflijk. Op oude schoolfoto's, hè? Zo'n typische schoolfoto met je klas. Dan voor de school zie je er laatst nog naar gekeken. Zie je dat het een prachtig oude, klassieke school is. En wat er nu voor staat, het blijft misschien een kwestie van smaak, maar het is gruwelijk. De
allereerste keer dat ik hier damde, kwam ik niet in het team, maar moest ik spelen om reserve te worden voor het team. Steeds tussen de middag spelen om reserve te worden. Eindeloze competitie, mijn herinnering, dat verloor ik. Dus als school het hoog had, een team, gewoon een reserve, en daar zat ik niet in. En wat gaf jou dat voor gevoel? Ik heb dagen gehuild. Dat vond ik heel, heel erg. Ja, schooltje. Het is van binnen misschien toch mooier dan van buiten. Dat is toch weer een opluchting. Ik vind het wel leuk. Ja? Er is hier iemand speciaal voor jou. Heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Oh jeetje, er is echt iemand hier? Mm-hmm. Speciaal voor mij? Ja. Oh jeetje, ik ben nieuwsgierig. Ik zou een paar iemanden kunnen hopen, maar dan is het ook riskant als ik een naam uitspreek. Ja, natuurlijk. Dat snap ik. Waar hoop je op? Wat ik op zou hopen in deze plek, juist in, op mijn oude basisschool, zou ik hopen dat er een oud meester is van mij. Maar misschien is dat niet zo. Ik denk dat de hoofdmeester, meester Rijnsen, was. Die heeft ons denk ik allemaal gehad. Staat hier om het hoekje iemand wiens naam jij hebt genoemd. Ah, die heb ik gelukkig wel genoemd. Ja. Okay. Ah, ik ken ze. Dag, meester Rijnsen. Meester Rijnsen. Oké. Nou, hartstikke goed. Ja. Nou, toch bijzonder u hier te zien. Ja, toch wel? Ja, nee, zeker, zeker. Ja, wat was Johan voor jochie? Johan was een verlegen jongen. Goeie leerling, maar heel verlegen. Bescheiden, net als zijn ouders, die hadden dat ook geleerd en zo, weet je wel. Oh, verlegen, zijn vader was ook verlegen en zijn moeder, trad ook niet zo op de voorgrond. Maar jouw vader was toch dominee? Jawel, maar daarom kan hij nog wel verlegen zijn. Hij moest toch preken? Jawel. Maar dat is in zijn vak. Maar verder was hij heel verlegen, ja. En Johan ook. Oké, dat is een mooie karakteristiek. Ja, dat vind ik ook wel herkenbaar. Hij kan goed leren, dat wel, maar ja, heel bescheiden. En, zoals je dat nu zoek je zag, ik denk, ja, zoals je was hij vroeger ook. Een beetje zo voorover iets. Ja. En wat heeft meneer Rijnsen voor jou betekend? Dat weet hij niet eens meer. Jawel, ik heb één zin altijd onthouden. En dat was misschien een harde zin, maar er zat heel veel waarheid in. En ik gebruik hem soms nog wel eens. En het sluit misschien. Nee, want het kwam toen hard aan, maar je had helemaal gelijk. Dat was. Het sloot misschien aan bij mijn verlegenheid. Ik kreeg een onvoldoende of er was iets en ik moest huilen. En wat zei je toen? Nou, Johan, als je hierom moet huilen, dan zul je nog vaak moeten huilen. Dat kan. En dat die zin, die kwam heel hard aan, maar was waar. Ja. En heeft grote indruk op me gemaakt. Ja. Ik heb er natuurlijk ook wat mee proberen te doen. Want het was natuurlijk waar. Hè? Als je niet met die tegenslag kunt omgaan. En later in mijn damcarrière natuurlijk ook genoeg tegenslag. Heb alle soorten manieren. Nog heel vaak aan moeten denken. Ik denk, meester Rijnsen zei, als je om dit gaat huilen, dan is het einde verhaal. Dus die zin heb ik altijd onthouden. Dus en zo zie je als hoe je woorden moet wikken en wegen. Nee, maar dat hoeft er niet. Wat voor grote invloed zo'n schoolmeester dan Ja, maar dat weet meester Rijnsen natuurlijk al. De invloed van een meester of een juf of is natuurlijk kan heel groot. Is natuurlijk gigantisch. Johan, het laatste filmpje dat ik je heel graag wil laten zien gaat over Erik Brummelman. Erik Brummelman uit het Gelderse Hengelo werkt al 25 jaar als productiemedewerker bij Diepvries in Doetinchem. Hij verpakt samen met zijn collega's fruit dat verwerkt kan worden in de voedingsmiddelenindustrie. Hier worden bessen uit Zweden gereinigd en verpakt voor het maken van jam. Ik werk met een vaste groep, zeg maar. Er komt niet veel verschil in. Bij ons in de groep zitten allemaal Hollanders, zowat, van Nederlanders. Maar er werken ook heel veel Polen hier. Erik kwam vroeger als kind thuis in aanraking met dammen. Mijn oudste broer begon met dammen. Nou, en wij zijn ermee besmet. Ja. Eerst ik, toen mijn kleinere broertje, die deed ook op school dammen. En die was zo fanatiek. Die heeft ook in de Nederlandse finale gestaan met zijn schoolteam. En die Johan Kraaienbrink? Ja, die zat ook in dat schooldamteam. En Wieger Wesseling zat erin. Dat waren eigenlijk de toppers van dat team. Nou keek je wel een beetje tegen Johan op, hè? Hoe kwam dat? Ja, hij was de dominee zoon, hè. Hij was net zoals ons, maar ja, hij was toch van een predikant. Together,
Heb jij dat ook zo gevoeld, dat sommige kinderen tegen je opkeken? Ja, of het tegen me opkeken was, weet ik niet zo goed. Maar het was wel duidelijk in het dorp als je zoon bent van een dominee. Dat weet ik nog wel. Wat voelde je? Wat was er? Hoe voelde dat? Nou, een dominee of een burgemeester of een notaris of een arts toch nog wel een beetje belangrijk. Het schiet me ook wel te binnen dat het bij het collecteren hielp. Als ik eens voor het een of ander moest collecteren, dan haalde ik wel bakken met geld. Waar? Ja, want omdat je het zoontje was? Ja, zeker. Ja. Maar als hij het formuleert, niet ja, zo met dampkinderen om me heen, ja, niet per se zo gevoeld. Ze zitten op je te wachten. Okay. Ben je er klaar voor? Nou, na dit met mijn geheugen misschien niet, maar ik hoop dat ik iedereen nog goed herken en zij en mij. En dat ik niet al te veel flaters bega. Vind je het spannend? Ja, in dat opzicht vind ik wel spannend. Want als ik dadelijk tegen iemand zeg, jij bent die en die en het is die en die niet, dan is dat geen beste beurt. Nee, maar dus ik vind het spannend. En ik ben benieuwd of er überhaupt iemand is. Dus dat zal ook al een meevaller zijn. Als men nog heeft willen komen. Clubgenoten, mag ik een heel hard applaus voor Johan Kraaienbrink? Oh nee. Jongen, wat een man allemaal. Jongen. Geweldig hoeveel. Ik ga hem eens een rondje maken. Wie een mooi filmpje. Gezien? Ja, hartstikke mooi geworden. Nou, mooi dat je er bent. Hopelijk gaat het een beetje. Henk alweer. Cheers, jongen. Ik vond het zo raar dat je... Ze hadden zo'n mooie foto. Ik had steeds gedacht dat wij nooit samen in een team hadden gespeeld. Die herken ik ook. Die herken ik ook. Ja, het gaat. Herken ik denk ik ook. Ik zei het. Ik ben gezellig. Oh ja, oké. Toch een beetje de verhalen ophalen inderdaad. En dan ja, voert toch het schooldam een beetje de boventoon. Wat iets grijzer, iets andere vorm van gezicht. Maar als je even goed kijkt, dan herken je ze weer. Want de meeste heb ik 30 jaar niet gezien, of iets langer dan 30 jaar. Ja, ik hou persoonlijk totaal niet van dit soort bijeenkomsten. Maar omdat het dammers zijn, vind ik het wel leuk. Ja, voel ik me er wel bij thuis. Met name als ze beginnen te praten. En met name als het dan in het plat gehoord, dan hoor je het wel weer. Dan herken je ze wel weer. Ja, ik denk dat ook een beetje de kracht van de reunie is. Dat je ook wel enigszins een beetje nieuwsgierig bent van jou. Wat doet iedereen? Waar is iedereen terechtgekomen? En of ze inderdaad nog dammen of niet. En dat blijkt toch dat er nog wel heel wat actief zijn. Vooral ook de wat oudere heren. Die altijd heel erg bekommerden om de jonge mensen van het team. En ook om mij. Dus ja, dat is wel heel leuk om hen dan weer te zien. Die zeg maar nu ook al in de 70, 80 zijn. Geweldig dat jullie met zoveel zijn gekomen. Had ik niet durven te dromen. Ik was bang dat het laagste record van de golfer, geloof ik, verbroken zou worden. Waarbij de 4 waren. En jullie zijn met zoveel. Dus ten eerste, hartstikke bedankt daarvoor. Dus daarop proost. Ten tweede wil ik iedereen bedanken voor het verleden. Laat er geen misverstand over bestaan dat ik het heel bijzonder vond dat ik hier heb mogen beginnen met dammen. Mocht ik te fanatiek zijn geweest in die periode, dan achteraf daarvoor sorry. Acht het niet onmogelijk, maar nogmaals dank voor een hele bijzondere jeugdperiode. Geweldig dat jullie er allemaal zijn en hopelijk heb je nog prachtige gesprekken met elkaar in deze bijzondere locatie. Hij heeft nog zich ontzettend voor ingezet en gepoetst en weet ik wat. En Omroep Gelderland bedankt voor deze activiteit. Mannen, proost. Hè? Proost! Wij moeten ongeveer gaan staan zoals het op deze foto. Daar. En zij die niet op deze foto staan, die niet in dit tiental zaten, die moeten ervoor gaan staan. Ja, of ernaast. In ieder geval zorg dat je op de foto komt. Yes. We doen een andere op de hurken niet voor. Lukt dat op de leeftijd? Zijn wij er klaar voor? Ja. Historisch moment. Dankjewel. Tot zover Johan Kraaienbrink met de Dammers van Damclub Voorde. En volgende week weer volkssport nummer 1, namelijk voetbal. En dan mag ik Patrick Bouwen weer in contact brengen met zijn jeugdteam van SV Het Harde. En Patrick was 18 jaar profvoetballer en is inmiddels jeugdtrainer. Tot volgende week.